Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugde Transport. Scherpzeel wacht vandaag een thuiswedstrijd tegen de bezoekers uit Schiedrecht. Het was lange tijd onzeker of de wedstrijd kon doorgaan op Sportpark de Pre-Oost. Maar dankzij de hulp van vele blauw-witters werd het veld schoongeveegd. Zoals op onze socials te lezen is. Schiedrecht wist de laatste twee wedstrijden te winnen. De gasten wisten bij de vorige ontmoeting met de thuisploeg in de laatste minuut een achterstand om te buigen in een 3-3 gelijkspel. Het belooft dan ook een spannend potje te worden. We zijn bijna 10 minuten onderweg als hier een harde overtreding volgt op Corné Davelaar. Rechtsachter schreeuwt het uit van de pijn. Een gele kaart voor de bezoekers is het gevolg. Scherpzeel gaat in aanval via Murat Marbou. Hij stoot mee op aan de linkerkant. Weet hier Arjen van Soest te vinden rond de 16. Aanname is goed van de nummer 10. Neemt de bal mee. En daar is de 1-0. Arwin zet na een kwartier spelen de thuisploeg op voorsprong op Sportpark de Pre-Oost. Een goede start van de blauw-witte. Lars ten Tijen krijgt hier aan de linkerkant de bal. Lars gaat op avontuur, kapt naar binnen en passeert zijn man. Op zoek naar het schot en het is 2-0. De linksbuit van Scherpzeel verschalkt doelman van Schiedrecht in de korte hoek. En Scherpzeel gaat gelijk verder op jacht naar de 3-0. Lars hier met de crosspaas op Murat. Slim balletje op Soufiane Lahmoudji van Murat. Souf met een volley, maar de bal wordt tot corner verwerkt. De thuisploeg krijgt een corner vanaf rechts. Bal komt bij Souf. Oh, die probeert een omhaal. Bal blijft hangen in de kluts. Timo vliegt erin. En daar is de 3-0. Aanvoerder Barry Beyer krijgt de bal voor zijn voet en haalt uit. Hier in de herhaling zien we hoe de bal in de kluts bij Barry komt en de centrale verdediger de derde van de middag maakt. Het is inmiddels bijna rust als Lars de bal aan de linkerkant van de 16 krijgt. Lars neemt de bal mee en haalt het de draai uit. Wat een schitterend doelpunt van de nummer 11 van Scherpenzeel. Het schot uit de draai belandt laag in de verre hoek en bepaalt de ruststand op 4-0. Doelman Stef probeert zo te zien iets aan te geven. We zijn amper begonnen aan de tweede helft als Lars zich een weg aan het baan is door een veld vol spelers. De aanvaller lanceert Guido den Daas. Guido is van achteruit mee opgekomen en besluit uit te halen. Ze leken het op voorhand een spannend affiche te worden, maar niets is minder waar vandaag in Scherpenzeel. Dan een bijzonder moment. Trainer Koen Jansen besluit keeper Stef Brummel te wisselen voor vertrekkend reservekeeper Koen Uiterwaal. Ook Jur Rehberger, speler uit de eigen jeugd, komt in het veld. Hij maakt zijn debuut in Scherpenzeel 1. Niet lang na de wissels besluit Soufiane maar eens te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Dribbel vanaf de rechterkant naar binnen van de behendige rechtsbuiten. Souf waagt zijn geluk met het afstandsschot. En zo, daar verrast hij de keeper van Schiedrecht. Die nog wel een handje tegen dat schot krijgt, maar niet de 6-0 kan voorkomen. Het wordt in de 71 6-0 voor Scherpenzeel. De nummer 9 is het doelpuntenmaker Soufiane Lahmoudji. Schiedrecht gaat in de slotfase op zoek naar een eretreffer. Voorzet komt hier van de nummer 15 van de bezoekers en het schot bij de tweede paal belandt in het zijnet. Invaller Jur wil ook graag zijn goaltje meepikken bij zijn debuut. Hij wordt hier gevonden door Souf en haalt uit. Het schot zeilt net over. Jammer Jur. Met nog 2 minuten op de klok zet Schiedrecht nog 1 keer aan. Steekpaas van de nummer 9 op de nummer 17, maar het is doelman Koen die goed optreedt. Hij weet met zijn voet een doelpunt te voorkomen en houdt zijn doel schoon. Na 90 minuten vindt de scheidsrechter het mooi geweest en blijven de punten op Sportpark de Pre-Oost. Scherpzeel boekt een dik verdiende zege en blijft op koers voor het kampioenschap. Volgende week treden de blauw-wit aan tegen Duno D.